Deze mag we gewoon kapot slaan, want hier staat Gieven is ban. Ja, ja. Gieven bestaat niet. Oh, hier staat dus ook Gieven, ja. Let's go. Nee, 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 nee! Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Kingdom 2 hier op Duffy Games, of wou zeggen op Malzahn, maar Malzahn is helemaal geen kanaal. Hallo Dylan! Hey! Wij gaan het vandaag weer verder. Mensen, mocht je het leuk vinden, Dylan, hoeveel likes zou jij waarderen? 1, 2, 3, 4. Ja, mensen, als je het gewoon leuk vindt, kun je dus gewoon even like aanklikken, weet je, ik bedoel... Kan je gewoon doen. Wij gaan vandaag beginnen aan ons huis te bouwen. We zien hier en daar random huisjes staan. Ja, inderdaad. Ik weet niet wat dat... Dat is niet echt een huis, het is gewoon... Nou ja, dat dus. Voor de mensen die het nog niet was opgevallen of misschien wel opvalt. Ja, ik klink wat anders. Dat komt omdat ik een soort van ziekte heb. Genaamd de griep. Dus ik wil niet dat jullie met het woord griep gaan schelden. Want dat vind ik namelijk heel erg confronterend. En iedereen die deze video kijkt, ik zal kijken met een mondkapje, want de kans dat je ziek wordt van mijn video is aanwezig. ja, griepbacteriën en bacillen of zo, hè? Zoiets zeggen. Daarom is Dylan ook aanwezig. Wij gaan even een plekje zoeken om een huis te doen. Waarom heeft iedereen Grieven is ban te staan? Ja, nou ja, kijk, ik snap best dat Grieven ban is, maar deze mag we gewoon kapot slaan, want hier staat Grieven is ban. Ja, Gieven bestaat niet. Oh, hier staat ook Gieven, ja. Let's go. Nee, 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 nee! Niet Grieven, gek. Trouwens, over een ban gesproken, terwijl je ondertussen rustig een plekje gaan zoeken, denk ik maar. Dylan, wij riskeren sowieso een ban, blijkbaar. Hoezo? Ja, ik las... We gaan even daar naartoe, hoor. Maar ik las in de reacties dat een van mijn kijkers zei... Ja, Duf, als je zomaar gaat bouwen in Malzahn, dan kan de koning jou laten bannen. Of verbannen. Oh. Nou ja. Dus dan krijgen we maar een ban, toch? Ja, ja. Ik bedoel, we kunnen door... Oh, we zitten locatie onbekend achteruit. Oh, dan moeten we terug. Wacht, waar is de grens dan? Ergens bij dat huisje in de buurt. Oh. Denk ik. Want, ja, nou, onbekend nog steeds. Ja, onbekend nog steeds. Ik ga helemaal naar het water toe, jong, hier. Maar dat dus, wij riskeren schijnbaar een ban, omdat als wij buiten... Malzahn zullen gaan bouwen, dan zou het pretty fucked up zijn, wat dan ook. Dus ja. Oh, ik zit nu binnen Malzahn. Ik zit ook binnen Malzahn. Oké, laten we hier boven deze berg zo gaan wonen. Ja, waarom niet? Wacht, wat is dit? Nee, dit is een mine van iemand, denk ik. Ja, nou, dit is... nee, we gaan hier niet... Nee, hier stinkt het. Ja, hier stinkt het. Wij gaan hier naar boven doen. Dan gaan we hierboven een huis maken. En dan mag niemand daar naar binnen, want dat is alleen voor... Leraren! Ja. Oké, okay, nou, ik begin alvast met weggraven. Ja, inderdaad, we gaan gewoon hier leven. Gewoon hierbovenop kunnen we wel een mooi huisje bouwen. Ja. Even kijken, een schep, hoppatee. Ik heb gewoon nog mijn diamond. Gaat het nog groter maken hier? Of wacht, laat deze laag ook nog even weghalen. Ja, deze laag ook nog even. En dan hebben we iets. En anders maken we een huis op palen. Ja, kan ook. Kan ook. Toch? Wij zijn goede bouwers, dus dat moet kunnen. Nou ja, als je een Kingdom hebt, Kingdom 1, en je zoekt nog een bouwer, invite me. Nee, grapje. Ik zag ook in de reactie staan dat mensen zeiden van Duffy, zie je niet meer Roemans of dat soort dingen allemaal. Ik weet niet waarom mensen dat soort dingen in één keer gaan zeggen. Of bedenken of denken. Maar Kingdom 2 is voor iedereen speelbaar. Zowel voor mij als voor jou. Dus ja, nee. Vind je gewoon leuk en gewoon lekker je... Het is gewoon leuk om even te doen. Ik bedoel, dat dus, is gewoon nostalgie. Ja, is gewoon herinneringen terughalen. Welke herinnering dan? Nou, gewoon hertog van Dok zijn, zeg maar. Ah. En dan gewoon helemaal geen drol uitvoeren. Ja, maar laten we niet een heel erg breed huis gaan maken. Oh, dus dit wat ik nu doe, niet doen? Jawel, jawel, jawel. Nee, ik bedoel, hier komt de deur, weet je. Daarom zeg ik, laten we niet heel erg breed huis maken. Hier komen gewoon de deuren. Laat ik ondertussen, toch maar wat... Gaan we cobblestone doen of gaan we alles van hout? Nou, ja. Een beetje cobblestone mag wel. We kunnen ook sandstone doen. Maar, ja, nou, nee. Sandstone vind ik niet zo mooi. Hebben we niet normale bomen hier zo? Want ik wil, ja... Wat? Je wil eigenlijk alles gewoon van hout maken? Een beetje, niet helemaal. Ik zie hier zo 1, 2, 3 niet echt een gewone boom. Ja, ik heb hier een beetje aangevuld. Dit moeten we straks wel mooier maken. Ja, maar... wacht, ik ga wel even deze kant doorrennen, want misschien dat ik hier nog wel een gewone boom zo meteen ga tegenkomen. Als jij daar verblijft? Ja, ik blijf hier. Ik ga je gewoon rustig alvast een beginnetje maken. Zet de walkie-talkie van staan. Ja, is goed. Walkie-talkie activated. Want dan kunnen wij ondertussen gewoon contact houden. Want dan denk je van, hoe doen ze dat nou? We zijn zo ver bij hem weg. Hoe kan hij me nog overstaan? Maar... Even kan kijken. Wel. Technologie. Hier is iemand een huis aan het bouwen met een hele muur eromheen. Ik denk van, nou ja, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar dat hoeft ook weer niet helemaal.
Ik zie nog steeds geen gewone bomen, joh. Ja, ik zie wel mensen met dat hout hier in de omstreken, dus ze moeten er zijn, maar waar? Ja? Okay, ja, wacht, ik ga door. Die huisjes die we net tegenkwamen, dat was wel van dat hout, zeg maar. Ja, ze hebben gewoon alle bomen gekapt, waardoor bepaalde aapsoorten zijn uitgestorven. WNF, kijk, als je deze video kijkt, ik zal mensen aanpakken die Minecraft spelen, want ze doen gewoon bomen kap illegaal. En dat kan natuurlijk niet. Dat vind ik ook niet kunnen. Gewoon er is hier echt alleen maar fucking spruce-wood, jongen. What the fuck, overal ligt er ook sneeuw. Ik weet niet eens waar ik naartoe ren. Flikker die sapples naar beneden. Nou, ik weet niet wat ik echt alleen maar spruce-wood hier. We zitten ook midden in een spruce-wood biome, dus ja. Oh, echt? Ik zit in ja, dat klopt. Ja, daarom. Dat is niet zo fijn. Waarschijnlijk moet je een stukje verder lopen, wil je iets vinden, maar ja. Hè? Ik ben toch aan het lopen, joh. Ik ben al bij de stuk. Nee, dit is het ook niet. Nee, Dylan, wij zitten letterlijk in een spruce-wood biome. We moeten gewoon accepteren, het is spruce-wood of het is niks. Oké, nou dan kiezen we spruce-wood. Spruce. Een spruce. Oh, wacht, misschien dat ik hier nog wel iets anders zie. Of is het ook wel weer water? Nee, is ook meteen water. Oh, is ook weer spruce. Nee, is alleen maar spruce, man. Je ziet wel overal random crafting table te staan, zo van... Haha, er zijn ontdekkingsruimtes, dat is ik wist. Maar, nee. Nee, toch maar niet. Ik vind het jammer. Nu is de volgende poging Dylan weer vinden. Coördinaten. Ja. Zijn 4830. Ja. Bij min 3186. Oh, daar zijn we dichtbij. Ah, daar ben ik dichtbij. Dat is mooi. Dan hoef ik alleen maar voor mij dit stukje over te steken. En dan moet ik jou zo meteen ergens over kunnen zien. Zou ik ondertussen nog steeds aan het kijken ben of ik niet... Ja, voor mij... Ben jij die boven een platform helemaal aan het uitbreiden? Nee, dit ben jij niet. Nee, dat heb je niet gedaan. Hè? Oh, wacht. Nee, ik zie het alweer. Ja, ik heb het alweer gezien, hoor. Hier wel weer die gekke... de gekke kamp van iemand anders. Ik zei van, die zien hij heel eigen leven aan het leien. Huh. Ja, die heeft zeg maar een huis gebouwd en heeft een hele muur omheen gebouwd. Die denkt van... Waarom zou je dat doen? Hij wil eigen kingdom starten. Oh, kingdom in een kingdom. Een kingdom in een kingdom, zeg maar. Dus dan heb je eigenlijk een kingdom in een kingdom, waardoor je een kingdom in een kingdom hebt. Kingdom logologie. Wat er voor ding is? Ja, nee, dat. Oké. Okay. Dan ben ik jou verdorie gewoon kwijt, hè? Wat hebben jij zei? 4830 bij min 3186. Moet ik deze kant nog op? Oké, ik moet deze kant op, denk ik. En wij aan deze week wel zeker dat ik deze kant op moet, maar... Hè? Ah, waarom ben ik hier bij jou? Nee, niet, nog steeds niet. Oké. Okay. Dat is cringe. Ik dacht dat ik er al was. Hè? Jongen. Ik zie hier allemaal random huisjes, maar jou niet. Hè? Really? Lees je coördinaten, broer. Ja, luister dan. Mijn coördinaten die zijn nu... 4900 inmiddels al. Ja, dus dan moet je naar 830. Ja, dan moet ik deze kant voor oplopen. En mijn andere coördinatie zit op min 3160 nu. Dan moet je nog alleen die ene coördinaten aflopen. En dan ben je er. Ja, vertel mij wat. En toch zie ik je niet. Ja, dat hoeft toch ook niet. Hoezo ben je niet hier aanwezig? Nou, als jij op die coördinaten aanwezig bent die ik heb gezegd, dan zie je mij wel. Ik zie nu Andy's huis. Dan ben je nog een heel stuk terug, man. Hè? En wat zijn je coördinaten nu? Nee, ik heb het gevonden. Nee, nou zie ik je weer. Ja, ik ben huis, thuis. Hoi. Hey. Goed, waar gaan we het dan maar mee doen? Steen, denk ik. Toch maar wel steen. Als je nou, maar gewoon vanaf het moment 1 steen liet minen, dan hadden we nu gewoon steen gehad. Steen gehad, maar ik dacht van, weet je, die bomen zijn mooier, dus waarom doen we die bomen niet? Maar gaan we gewoon cobblestone doen of gaan we echt die steen ook omsmelten? Ook cobblestone puur voor de rauwigheid. Ja, gewoon voor de rauwigheid. Ja, toch? Ja. Dan gaan we snel het cobblestone verzamelen en dan flikken. Het is wie misschien van het granite of zoiets hebben, weet je wel? Ja, dat is ook wel mooi. Dit gaat wel zo... Maar kun je in locatie onbekend shit weghakken? Ja, je kan gewoon shit weghakken in locatie onbekend. Wat maakt het? Ja, hoezo? Wat dan? Nou ja, als ik misschien hier een stukje rechtdoor loop, kom ik bij een bos uit. Je geeft echt gewoon die houtzoektocht gewoon ook niet op, zeg maar. Nee, ik geef niet op. Niet okay. Vanzelf. Het houdt niet op. Maar, ja, nou, nee. Wat? Nee, ja, nee, laat maar.
Iemand die heet klantenservice, die is gejoined. Klantenservice is gejoined? Ja, dat zie je niet, maar dat zie je, want die Vanish is gejoined, maar die heet gewoon letterlijk klantenservice. Ja. Wat een naampie. Ja, nee, er is ook iemand die heet Gaskrieper, dus ja. Ja. Oh, dat ben jij? Nee, dat wist ik niet natuurlijk dat jij dat was. Nee. Nou. Ja. Zo jammer hoe jij nou weer doet. Je stelt je nou echt op als een verwend. Oh, ik ben nou bij dat ene fort. Nee, dan loop ik de verkeerde kant op. Laat ik dan maar teruggaan. Ik weet ook niet precies hoe je dit helemaal in je hoofd hebt, dat we dit moeten gaan bouwen. Maar ik doe maar gewoon wat, want jij bent er niet. Dus ik bouw maar gewoon zelf. Heb je al genoeg kobbelsteentjes dan? Ja, genoeg. Jouw gekke bouwwerk, ja. Oké. Okay. Want nogmaals wat ik zeg, ik weet niet hoe jij dit allemaal van plan was om te gaan doen, maar... Geen idee, ik heb gewoon een dingetje neergezet. Ja, nee, dat klopt, dat zie ik. Ja. Gewoon een dingetje wat nergens op lijkt. Ja, dan kan je doen, maar dat is zeker. Ja, zeg maar eens diep. Dat denk ik zelf. Dat doe ik ook, ik ben toch gewoon aan het bouwen. Ja, goed zo. Ja, ik bouw tenminste. Hoppatee. Dan komen hierbovenop komen dus dan deuren. Moeten we deuren fixen. Hop. Maar ook lekker die crafting table die helemaal scheef in je imp zit als je iets erin wil maken. Heb je dat eens gezien? Dan krijg je tegenwoordig 3 deuren van een deur te maken. Hoi. Hey, jij ook hier. Ja, ja. Oké, dit was ongeveer hoe ik het niet in gedacht had. Niet? Maar we doen het gewoon zo. Hoe wil je het dan hebben? Nee, joh, grapje. Rustig maar. Steen verzamelen. Ja, weet je, ga jij lekker steen verzamelen, dan sluit ik de video al af. Want dit heb ik zo met jou toch helemaal geen zin meer in. Mensen, wij bedanken jullie enorm voor het kijken naar deze video van The Kingdom. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet even te liken, te reageren, te abonneren. En mensen, abonneer op dit kanaal. Tot de volgende keer.